Hij had zijn leger uitgebreid, had Oostenrijk ingelijfd en ook Tsjechië, maar nu was Hitler te ver gegaan. Hij viel Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog was begonnen. Mijn naam is Stefan, dit is History Hustle en ik sta hier op Westerplatte, de plek waar de Tweede Wereldoorlog begon, bij de stad Gdansk in Polen. De inval van Polen in 1939 was een strijd tussen Polen en Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Die duurde van 1 september 1939 tot 6 oktober. Een maand voor de strijd tekenden Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie het Molotov-Ribbentrop-pact. Dat was een niet-aanvalsverdrag tussen de twee grootmachten en ook werden er invloedssferen bepaald. Het westelijke gedeelte van Polen zou aan Duitsland toebehoren. Veel van die gebieden behoorden immers vroeger tot het Duitse Rijk en waren verloren na de Eerste Wereldoorlog en afgestaan aan de Tweede Poolse Republiek. Het oostelijke gedeelte van Polen, dat wilde Stalin maar wat graag hebben, omdat deze gebieden behoorden vroeger toe aan Rusland, maar waren verloren gegaan in een oorlog tussen de Polen en de Bolsjewieken in 1920. Nou, Polen was niet op de hoogte van dit verdrag, maar besefte zich wel dat Nazi-Duitsland wel eens kon gaan aanvallen. En wanneer dat zou gebeuren, kijk maar naar de kaart, bevond het land zich in een gevaarlijke situatie. Daarom tekende Polen een bondgenootschap met Frankrijk en Engeland. Wanneer Nazi-Duitsland Polen zou binnenvallen, zouden deze twee landen Polen te hulp schieten en oorlog verklaren aan Nazi-Duitsland. De nazi's vielen echter eerder aan dan Polen had gedacht en daarom waren de voorbereidingen voor een aanval niet goed. De Poolse soldaten misten fatsoenlijk materiaal en van de 1 miljoen Poolse soldaten was maar de helft onder de wapenen. 31 augustus 1939 voerden de Duitsers operatie Himmler uit. Hierbij werden vermoorde gevangenen uit het Duits concentratiekamp in Poolse legeruniformen gestoken en weggelegd bij de Pools-Duitse grens. Om zo te laten lijken dat de Polen Duitsland zouden hebben binnengevallen. En dit was het verzonnen excuus dat de Duitsers gebruikten om Polen binnen te vallen. Een dag later, op 1 september 1939, lanceerden zij operatie Fallweis. En daarmee was de Tweede Wereldoorlog begonnen. De eerste schoten werden hier afgevuurd door het Duitse oorlogsschip Schleswig-Holstein. Op dit schiereiland zaten 200 Poolse soldaten gestationeerd. Vervolgens vielen Duitse soldaten aan door over de stenen muur te klimmen. Alleen zij bevonden zich in wat een dode zone werd genoemd. Het was namelijk een hinderlaag vol met prikkeldraad en Pools machinegeweervuur. De Duitsers leden hevige verliezen, moesten zich terugtrekken. Later vielen ze opnieuw aan en moesten zich alsnog terugtrekken. Vervolgens zetten zij torpedoboten in en Stuka vliegtuigen om de Poolse posities te bombarderen. En na een week gaf het Poolse garnizoen zich over. Symbolische overwinning voor de Polen. De rest van het Duitse leger viel Polen binnen vanaf het noorden en vanaf het westen. En Slowaakse troepen vielen Polen vanaf het zuiden binnen. Groot-Brittannië en Frankrijk eisten onmiddellijk terugtrekking van Duitse troepen uit Polen. En toen dat genegeerd bleef, verklaarden zij de oorlog aan Duitsland op 3 september 1939. Een tegenslag voor Hitler, want hij dacht dat hij er wederom mee weg kon komen. Maar ondertussen waren de Duitse troepen door Polen opgerukt. Na hevige gevechten lag de weg naar Warschau vrij. Warschau werd al flink gebombardeerd door Duitse vliegtuigen en werd nu omsingeld en belegerd door de Duitse troepen. En als je denkt dat de situatie niet erger kon, nou dat kon wel. Want op 17 september vielen de Russen Polen vanuit het oosten binnen. Op 23 september groeten Duitse en Russische soldaten elkaar. En diezelfde dag gaf Warschau zich over. Er waren nog wat gevechten die eindigden op 6 oktober. En daarmee was de strijd gestreden. Polen werd verdeeld tussen de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland. Polen bestond niet meer. Maar de wil van de Polen om te blijven strijden, die bleef. En als je meer erover wil weten, kijk dan de video over de opstand van Warschau. Vergeet niet te abonneren, geef deze video een like en check me ook even uit op Instagram en Facebook. Tot de volgende keer.